Het is wederom een zwarte week voor ons land. Na de treitervloggers en de vluchtelingen is deze week weer institutionele onrecht uitgeoefend op een minderheidsgroep in onze samenleving. Ditmaal in Den Haag en in Kijkduin om precies te zijn. Met dank aan de bewoners van dit stukje Oer Zuid-Holland zullen voortaan op de boulevard, op het plein, op het strand en in de duinen geen Pokémons meer te vinden zijn. Alle wilde Pokémons die daar vrij rondliepen in de mooie natuur, wachtend om gevangen en uitgewisseld te worden, of in het mooiste geval te moeten vechten tegen elkaar, zijn per direct van het leven geroofd. De situatie liep in het honderd deze zomer toe, vanuit het hele land jagers afkwamen op de zichzelf uitgeroepen Pokémon-hoofdstad van Nederland. De Pokémon-hoofdstad van Nederland, met een eigen Pikachu-paal wel te verstaan. Die juist blijk gaf van trots, is niet meer. Ik ben deze week zelf even naar de plaats Delik gegaan en het is op zijn zachts gezegd een verdrietige bedoeling in Kijkduin. Een mevrouw van tachtig, die haar hele leven al woont aan de boulevard, vertelde mij met tranen in haar ogen dat ze sinds de oorlog nog nooit zoiets weerzienwekkends had meegemaakt als de Pokémon Go-hype deze zomer. Nadat ik haar vroeg welke oorlog zij precies bedoelde, pakte ze een uit hout gesneden kruis en drukte dat tegen mijn gezicht aan en schreeuwde keihard Pokémon Go fuck yourself. En toch is het dieptepunt in deze kwestie niet bereikt door het onschuldige Pokémon bloed dat nu druipt van alle smartphone schermpjes van onze kinderen en ook niet door voorvechters van onze digitale burgerrechten die zich nu oorverdovend stilhouden. Nee, het echte dieptepunt in deze kwestie is het zwijgen van Marianne Thieme. Voor haar bestaat er dus wel degelijk verschil tussen de levens van offline en online dieren. Iets dat ze eerder nog hardnekkig ontkende. Welke minderheidsgroep moet straks weer vrezen voor zijn leven? De clown? Nogmaals, het loopt in het honderd in ons land. En daarom, voorzitter, ben ik voorts van mening dat er een einde moet komen aan het Koningshuis.